is een nieuwe ontsnappingspoging. Als jullie nu de muzikale code kraken, verdient één luisteraar... Heel veel geld dus. En die luisteraar die is hier ook. Hallo, met wie hebben wij de eer? Hallo, ik ben Kelsey. Dag Kelsey. Kelsey, wat ga jij doen als je dat enorme bedrag wint? Voor mijn zoontje. Allee ja, toch een... Wij willen graag een ingebouwde zwembad. Zo graag willen. Voor ons zoontje ook. Dus, allee ja. Ja, ik ken wel wat inbouwzwembaden die je kan kopen voor 91.270. Voor 81, dat wordt moeilijk, maar goed, we zullen zien, hè, Vincent ja. Kieris. Ja. Zullen we een poging doen? Ja. Zullen we aftellen? Ja. Oké. Okay. 3, 2, 1, let's go. Jullie mogen nu de muzikale code ingeven. Kelsey. Hoe dans van Marco Borsato. Maarten. Wat ging ik nu weer doen? Michael Jackson ging ik doen. Een thriller? Een thriller, ja, waarom? Omdat hier Michael Jackson nog altijd achter mij hangt. Ik moest daar net 15 artiesten naar beneden halen om dan over te blijven met Michael Jackson. En ik ga dus nu gewoon alle Michael Jacksons af. Te meer omdat er ook een thriller tussen jouw cassetjes zat. Ja. Matthias, het is een heel hoop uitleg. Tussen 300 cassetten weliswaar, maar bol, ja. Er tussen. Het maar is proberen. Een uitleg, we kunnen maar proberen. Het is Michael Jackson en thriller. Dorothee. Ik zit voorlopig nog op een doodspoor. Allee, het is te zeggen geen spoor. Wat vage dingen die ik moet zoeken, aqua en zo. Maar ik heb wel heel veel berichtjes gekregen van luisteraars die op het gehoor denken dat mijn stukje van de muzikale code Jerusalem van Master KG is. Vincent. Ik zoek ongetwijfeld een nummer van Flo Rida. Deze voormiddag heb ik allerlei tips gekregen die richting Flo Rida wijzen. Maar welk nummer, daar heb ik nog geen aanwijzingen voor gekregen. Dus ben ik gaan kijken op mijn favoriete streamingdienst wat het meest beluisterde nummer van de artiest in kwestie is. Dus ik ga voor Low van Flo Rida. Matthias. Ik heb vanochtend gebeld met luisteraar Mirjam. En zij had een speciaal verzoekje in mijn programma. En normaal gezien is dat zonder verzoekjes, maar ik heb dat dus maar gedraaid. Het was Lost Frequencies met Rise. Nu, dat ga ik niet gokken, want ja, dat zou te voor... Ja. Dat was niet de bedoeling eigenlijk. Maar... Allee, man. Te laat. Nee, het is eigenlijk Rise van J.P. Cooper. En Jonas Blue dat wil, ja. Het was dat. Ik ga niet exact het nummer vragen. Dus geen Lost Frequencies, J.P. Cooper. Nee, maar belangrijk. Okay. Jongen, toch echt waar dat toch een stress en genoeg is. En dan zeg jij kwaad voor die 10.000 euro. Allee, kom. Jij verschil. Kelsey. Nee. Blijf niet slapen, jongens. Maarten. Fout. Shit. Dorothee. Fout. Ja. Was de pezen. Ja. Vincent. Stel je voor, het zou straf zijn. Allee, kom. Allee! Godzit. Allee. Pas op nu, ze. Op een JP, hè. Het zou kunnen, zeg. Matthias. Kom maar. Het zou kunnen, hè. Het zou mooi zijn. Eentje. Allee! Niks aan te doen. De muzikale code is niet gekraakt. Jullie hebben een nieuwe ontsnappingspoging. Morgen om 8:10. Start de teller. 0 op 15, jongens. Ik had nu wel gehoopt dat er toch op maandagavond eentje zou groen worden. Ik dacht dat mijn loon juist ging zijn. Op zijn minst. De Q Escape Room.